We zijn op het strand van het Gooimeer bij Huizen. Hier wordt het geraamte opgebouwd van een revolutionair vaartuig waarmee de Nijmeegse ontwerper Piet Viegers hoge ogen denkt te gooien op de Hiswaven in Amsterdam. Viegers, die eerder al de Delta Surfer creëerde, is ook bij dit ontwerp uitgegaan van drie drijvers die snel planeren, waardoor ook nu weer hoge snelheden mogelijk worden. Het zeil meet 15 vierkante meter. En dit is hem dan, de Amarran, waarin 3 jaar van experimenten geïnvesteerd zijn. De kuip van zeildoek is groot genoeg voor 2 zeilers en geschikt voor kamperen hoog en droog boven het water. Van de 3 drijvers is de voorste bestemd voor de besturing. Samen hebben de drijvers een draagvermogen van ruim 300 kilo. Met deze snelle, zeewaardige Amarran kunnen op niet al te ruw water snelheden van zeker 50 kilometer per uur worden bereikt. Het schip, dat 15.000 gulden zal gaan kosten, zal zeker veel aandacht trekken in Amsterdam.